in deze nieuwe video van Polestar. Ik ben met Peterkindje eventjes aan het wandelen in het deel van het bos is. We zijn hier al eens een keertje geweest, dat was hij nog kleiner. Dat was vorig jaar met de zomer. En ik dacht, we komen nog eens terugkijken en zien of hij nu al meer dingen kan met stappen en zo. Dus dat gaan we nu een beetje bekijken. We moeten helemaal tot daar wandelen. Dus we gaan het even. Komt eraan, zo. Ja, knuffel zegt. Was het leuk aan de boom staan? Ja, dan gaan we verder, hè. Dan pie je maar vast. Dat gaat niet zo goed, hè. Zien wat hij gaat doen, hè. Dat nog nooit gedaan. Zal even kijken. Gaat er maar over. Ga maar aan de overkant. Ja, we zijn over. Wachten daar. Wachten. Mooi blijven staan. We zien daar een huisje staan. En ik ga eens kijken of we erbij geraken. Om eens te kijken wat dat er eigenlijk is. En zo. Een torentje. En dat maakt me echt nieuwsgierig. Wat dat is. Voetjes omhoog, jongeman. Om de pieken even achtergelaten. Er zit niet veel in als die pieken. Dan zijn we ook niks kwijt. Er zijn wel mensen, dus ik denk wel dat we hier op mogen. Kijk. Dus mensen, zoek Enzo, waar is hij? Nu komt naar deze kant. Waar staat Enzo? Dit grote veld, waar staat hij? Waar staat hij? Kom maar. Enzo, kom. Zie zijn gezicht, zie zijn gezicht. Zijn lachend puntje. Kom maar. Kom maar. Dit is volgens mij zo, ja, het ziet eruit als een kerkje. Kerkje in het bos. Veel meer kan ik er niet van zeggen, want het is op slot. Maar er zit een kruisje op, dus ik denk dat het echt wel iets is met God te maken heeft. En we zitten er te kijken. Dus, ja, ik denk echt dat dat kerkje, als je dat zo ziet, dat is toch echt een kerkje, hè. Allee, in mijn ogen toch. Dus ja, veel weet er ook niet van. Het is de eerste keer dat ik het zie staan hier. Dus ik heb het nog nooit gezien. Kijk, we hebben zo'n eekhoornhuisje. Dat is helemaal kapot. En als het dan vroeger zo ging, is dan was het hier erin. Ik denk dat het echt wel de eekhoortjes zijn. Omdat er nog peukennootjes in zitten en zo. Dus ja, dat is speciaal gemaakt. Kijk, hij staat daar zo. Ik kan daar niet over, hè. Is het een mooie dingen? Is het mooi? Hij gaat echt klimmen. Hij is wel slim.
Ik heb hem vast, dus ik kan niet vallen, mensen. Goed, ga maar naar de Pugie. Het is echt wel mooi eigenlijk. Het is echt heel mooi hier. Zoals je ziet. Het is prachtig. Kriebeltjes in de buik. Kriebeltjes in de buik. Dus dat is echt dat cool. Dat deed ik vroeger altijd. Dat was echt wel leuk om te doen. Zo. Spannend, hè. Zo, ik vind het altijd een keer een beetje spannend, maar nu vindt hij het toch leuk. Dan moet je zo zand scheppen. Ja, zand scheppen. Kijk.
Vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.